Vanaf 6 uur vanochtend zijn de medewerkers van de DAR al aan het werk. 60 man worden er ingezet. Marcel Ebbers is één van hen. De doelstelling is dat voor 10 uur, als het winkelend publiek weer de stad in gaat, dat alles weer een beetje op orde is. Ja. En zijn wij smeerkezen? Vooral die laatste dagen. Dan merk je als je overal waar je loopt dat aan de schoenen plakt. Nou, er wordt echt heel veel afval ingezameld in een 4-daagse week, gemiddeld zo'n 400 ton. Het is vooral plastic afval, dus heel veel plastic bekertjes, plastic flesjes, ook langs Via Gladiola. Of dingen die worden uitgedeeld, die ruimen we allemaal op. Op de Via Gladiola ligt alleen al zo'n 27 ton afval. Je zult het maar moeten opruimen. Ook van Marcel Ebbers, die toch al zo'n 29 jaar op de veegwagen zit, blijft het iets bijzonders. Het is ook een beetje een uitdaging om toch te zorgen dat elke dag de stad weer op tijd op orde is. Volgende week voel ik het een beetje dat ik uit kan gaan slapen als ik om 7:30 mag beginnen.